Zo best naar de Boda. Hier had hij mooi kunnen zitten. Het bord van het leukste dorp van Drenthe. Maar ja, helaas. Het heeft niet zo mijn weten. Jullie waren achtste, wij waren daar. Dus kortom is er al bij me liggen. We hebben ontzettend veel plezier aan. En we hebben natuurlijk een beetje een vijandige strijd opgezet, wat absoluut niet waar was. Het was allemaal gefaked. Dus we zeggen, streep de deur. Streep de deur. Vrede. We zijn weer vrienden. En Arnold is de beste. Zo kindertjes, jullie zijn aan het buiten spelen. En waarom spelen jullie de hele dag buiten? Omdat er geen juf is. Want de juf is ziek. En Willemijn, waarom is de juf ziek? Omdat Tess heeft verloren van Ruinewold. En ik zeg Ruinewold. Wij gaan dus even de fruitschaal brengen naar jullie juf. En dan is ze morgen weer beter. Dat kan niet anders. Dus even allemaal zwaaien naar juf. Beter worden! Beter worden! We zijn hier dus bij juf Anita aan de deuren. En dan kunnen we. Zit niet dus? Jongens, het leukste dorp dat is Noord-Haveland, maar nee. En al hebben dat de vrouwen er zo ziek van is, ja. Dat ze op bed liggen. Ja. De kinderen die ze er in de wolf, die hebben helemaal geen juffrouw. Die hebben gezegd, we geven een mooie perenschaal, dan is de man gewoon weer beter, overman. Ja, dat is wel heel erg super van jullie trouwens. Weet jij nog hem? Ik zal hem vragen als ze van bed afkomen. Annie! Dat zal we niet. Nee. Je bent ziek of je bent niet? Nee. Mensen horen mee. Nee, maar goed. Ja, geef een ander mensen beterschap. En zeg maar dat we niet kort zijn of zo, of niet. Of niemand niet. Maar zeg maar sportief in. En niet meer ziek zijn. Gewoon direct weer naar school. Want de kinderen zitten allemaal op de wacht. Ik denk dat ze hier beter gaan worden, jongens. Ik weet het van zeker. Bedankt. Ja. Bedankt. Vrede. Vrede. Peace. Brunewold, precies goed. Bessen, precies goed. Hoi. Hoi. En wat Zuid-Loren betreft, Agatha en Leo van Deuk.